gehakte boter. 3, 2, 1. Ai, 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 ai. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En het is nog vroeg in de ochtend. Ja, kleine oogjes. Wow. Telepathie challenge. Ja, we gaan eigenlijk allebei op stap. Ja. Met een kind. Dus ja. Normaal zijn we samen ouders voor één dag. Vandaag zijn we dat apart, dus mama Celine versus papa Michiel. En ja, ik ben benieuwd welk kind het gelukkigst zal zijn op het einde van de dag. Oh, ik denk wel allebei. Nee, maar ik ben ook mijn kind. Oh, oké, nee, dan mijn kind. Trixie, wie gaat winnen? Mama? Oh ja, dat weet ik nee, wel. Nee, 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 Trixie zegt Michiel. Gaan we voor 15.000 likes, Trixie? Ja, ja, dat is goed. We zijn onderweg naar Helena en Eleonor. Heb je nu net verklapt? Oh, mocht dat niet? Is het weer irritant? Nee. Hallo? 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 Vandaag wordt Celine mama voor één dag en ik papa voor één dag. Dus één iemand gaat met mij mee en één iemand gaat met Celine mee. Wat? Wil jij met mij mee? Ja, dat, maar dat is ook maar veel tegenzin. Hello darkness, my old friend. Kan je gewoon eens zeggen, ik heb er zin in. Nee, dat oké. Okay. Ik stel voor dat we gewoon vertrekken. Ja. En we zien vanavond elkaar hier terug. Oké, okay. Dat is echt boos. Doei. Helena en ik zitten in de auto klaar om te vertrekken. Maar voor we vertrekken, ik heb nog een eitje te pellen met jou. Wat? De video duct tape verstoppertje. Wat heb ik gedaan? Hij zegt waar ik was. Nee. Ja. Het staat op beeld, hè. Celine, zeg naar op. Echt. Wat? Als heb ik die ladder gepakt en Jaap heeft die dan weggezet. Wat wil je doen vandaag? Ik weet het niet. Je mag van alles kiezen, hè. En zeg niet iets met Celine. Ik heb een idee. Je gaat graag naar Jump Sky. Ja? Oké, okay, we gaan naar Jump Sky. Voilà. Anders gaan we nu gewoon al naar Jump Sky. En daar hebben ze snoep, frisdrank, alles wat kinderen willen. Alles wat ongezond is, hebben jullie graag, toch? Ja. Voilà. Wat wil je vandaag doen? Kiezen. Je mag alles kiezen. Nee, jij! Oh, de postbode. Oké, okay. Ik heb de sleutel. Ik ga de sleutel halen. Oh. Doei, kindje. Bye. Daar gaat mijn dochter. Congo. Mijn dochter is weg. Ze is de post gaan halen. Ik ga hetzelfde doen en jij moet dat ook doen. Als dat jouw dag beter maakt, zal ik dat doen. Oké. Okay. Voilà. En ik heb ook iets voor jou. Je mag in de grijpautomaat. Joehoe. We gaan lekker shoppen. Ga naar mevrouw. Helena, kijk in de achtergrond. Oh, doeboek. En ons escapeboek ligt hier ook. Heb je die al? Nee. Nee? Wil je die? Wie is dat? Dat ben jij. Huh? Ik heb geen bruin haar. Wil jij graag ons boek? Dan mag die in jouw kar. Voilà. Voor wat gaat ze? Oh, dat meen je niet. Gewoon een knuffeltje. Oh, niks. Oh. Ja, nu heb je wel iets. Spike. Oh, nee. De muziek staat hier heel luid, maar wat ook wel leuk is om te doen, is iets bakken. Zo cupcakes of zo. Vind je dat leuk of niet? Ja. Ja? Ja. Dus we kunnen kijken wat we allemaal kunnen meenemen van de winkel. En dan kunnen we gewoon van alles uitproberen. Kookboek. Oh, een kookboek. Dan kan je dat, maar dat vind ik niet zo lekker. Nee, dat vind ik ook niet zo lekker. Cake. Kijk maar rond, hè. Als mama beslis ik vandaag dat je alles krijgt wat je wil. Ze hebben hier echt wel heel veel, hè. Ze hebben hier schoolgerief. Wil je stickers? Ja, dit is wel prijs. Ja, oh, dan mee. Voor 2 euro dit? Dit is 2 cent waard. Ja, dat is voor Helena dus. Oh, diamantjes. Wil je dat? En dan zo op jouw gezicht plakken. Waarom op mijn gezicht? Oh, kerst. Heb jij al een kerstboom thuis? Oh. Waar zijn zijn ogen? Ik denk dat hij aan het slapen is, hè. Slaap wel. Oh-oh. Heb je dat al gezien? Ja, zie je dat paars ding daar? Dat ja, daar is op dat balletje. Dat je dat balletje moet schieten? Kijk, dat is klein en dat is groot. Neem die grote, neem die grote. Neem die grote. Oh, maar dit vind ik wel echt leuk, hoor. Zo kerstshoppen. Ik zit daar iets te denken, maar misschien is het nog iets te vroeg. Ik dacht, we kunnen samen de kerstboom zetten. Maar dat is te vroeg, toch? Wanneer zet jij de kerstboom? Laat het weten in de reacties. Ik heb dat thuis ook. Echt? Ja. Val je daarvan in slaap? Zelf een Rubik's Cube. Ja, ja, ja. Ja, ik heb die. Ja, ja. De grote. Goeie, goeie, goeie. Oh. Ah. Oei, oei, oei. Stitch. Oh. Stitch. Die wil ik wel. Ja, oké. Okay. Oh. Oh.
Nee. Nee. Hier, probeer jij dat eens. Oh. Oh. Ah. Oh, maar het is moeilijk. Oh. Ja, het is echt moeilijk. Deze is voor u. Oké, voilà. Dit zijn de twee prijzen. €3. Ze hebben hier heel veel knuffels. Oh. Denk snel. Oh. Wat doe je? Sorry, weet je dat is? Dat is een naam vergeten. Weet je zijn naam niet meer? Winnie de Pooh. Ja. Oh, die zijn wel cute. Wil je geen grote Stitch in plaats van die kleine? Die heeft hier zo'n haar. Waar? Oh, vind je dat leuk, die haartjes? Mm. Oei, 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 keuzestress. Ja? Ik ga die dan terughalen. Oké, doei. Welke maat heb je van kousen? 40. 40, dan is het 39,42. Voilà. En nu jij? Ik heb niet XL, niet XXL, maar XXXL. Dit is een make-up koffertje. Wat zit hier allemaal in dan? Oogschaduw, blush en lippenstift. Ga jij me dan schminken? Of wil je jezelf schminken? Ja, we zijn vertrokken. Huppa. Oh, oei, oei, je vliegt. Oh ja. Ik heb die thuis, hè? Ja. Echt waar? Ja. Oh-oh. Oh-oh, ik ben bang. Oh. Oké, okay, maar die hebben we thuis wel. Die kan hier blijven. Ik ga dan. Wil je make-up? Steek er maar bij. Wow. Wow. Je hebt dat nog gedaan. Ja. Oh. Oh-oh. Ga je dat... Oh, kleur kijken. Nee, en? Het is te donker. Wat is dit? Precies een blauwe plek. Wil je nagellak? Een maskertje. Oh, oh. Ja, ik vind dat je een maskertje moet opleggen straks. Voilà. En wil je nagellak? Ja. Ja? Oh. Oké. Op de voeten. Oh. Ja, dat is goed. Ik vind dat wel een mooi kleurtje. Ja, dat is mooi. Nagellak, ja. Ik heb een challenge voor jou, oké? Oké. Okay. Hier oplopen. Ik kan dat. Ik kan dat. Ah. Oh, kom op. Oei. Oké, misschien gaan we iets anders doen. Helena kan hier niet aan. Zal ik haar helpen of niet? Ja, hier. Dat is een lipmasker. Voilà, let's go. Nu moeten we cupcakes. 3, 2, 1. Wow! Je mag het zwart niet aanraken, dat is hier ook niet, hè? Oké, sorry hoor. Cupcakes? Misschien? Ja. We hebben nodig eieren en melk. Hebben we nog nodig. En dan om je cupcake te versieren, ja. Zo die roosjes of zo. Dat deze? Dan, ja. Ah ja, dat is wel mooi. Eetbaar lijn. Ja, oké. Okay. Oh. Wow. Ik ga het zwart niet aanraken. Ja, oké. Okay. Ja, het was jouw idee, hè. Ja, sterk. Ah, dat was het. Ja. Ah, oké. Okay. Wauw, zo'n mooie trui. Helemaal in kerstsfeer. Let's celebrate. En dan kan je die straks aandoen. Ja. Dit even in de auto gaan leggen eerst. Doe maar. Je kan dat, zeg je? Ik ben benieuwd. Oké. Oké, sterk. Dit is het chillste, toch? Ah, misschien niet voor jou. Lunchgarden, tijd om te lunchen. Waar heb je zin in? Kijk, je hebt heel veel keuze. Balletjes en tomaten. Balletjes? Oh la la. Oh, ga je dat echt doen? Ja, jou. Wacht, hè. Dit is dus de paal. Ah, je bent al weg. Wat? Kom maar. Ja. Oh. Kijk. Ah. Dat geluid. Dat was niet goed. Wij zijn aan het bellen naar Celine. Telefoontje voor Helena. Celine. Doen. Lunchgarden. Wij zitten in de bioscoop. Ja, we zijn aan het doen. Welke film? Welke? Dat is een verrassing, hè? Als je naar de film gaat, dan weet je toch welke film. Ah, oei, de pizza's zijn daar. Ja. Doei. Oh, lekkere pizza's. Oh, zo stout. Ik heb een challenge. Wie als eerste kan schrijven, abonneer met dit, die wint de prijs. Maar dan gaan we die koekjes wel opeten, hè. Niet meer terug hierin. Oh, Fanta. Oh,
Oh, oh. Wat gaat Helene? Dat is cola met kers. Ik ook gewoon Fanta. Oh, ik ben close. Ik ben close. Michiel, kom close. Ik heb al abonneur. En jij hebt... abonneur. Oh! Oh la 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 la. Tada! Abonneer. We hebben ons eten. En rarara, wat heb ik? Mijn lievelingsgerecht. Hamrolletjes. Fanta. Ja, met puree. Frietjes, balletjes, ketchup en... Je hebt een cadeautje gekregen. Wat is dit? Een sleutelhanger. En met dit kan je straks nog een ijsje halen. Wij staan hier dus al de hele tijd te wachten. Want de pizza, we hebben een berichtje gekregen dat die elk moment geleverd kan worden. Maar elk moment is al 20 minuten bezig. Mij niet te veel minpunten geven, hè. Nee, eentje. Eentje? Lena, ik moet je trouwens iets zeggen. Ik keek daarnet op mijn gsm en ik zag een mailtje dat ze pizza hebben besteld en laten leveren in Jumpsky. Wat als wij nu na dit naar de Jumpsky rijden? Ja, dan zal ik iets doen. We gaan eten en dan gaan we naar Michiel en Eleonore. Eleonore wil gaan springen, dus doe maar. Voilà. Ik zal wel wachten op de pizza's. We hebben lekker gegeten, we zitten terug in de auto en nu... Ja, dit is Tony Macaroni. Tony Macaroni. Kijk, zo ziet het eruit. Het lijkt echt op macaroni. En nu gaan we naar Jumpsky. Ja, dat heeft lang geduurd. Moeten we gewoon zelf eten maken? Nee. Ik sta hier boven. En er passeert nu net allemaal mensen, maar daar rijdt een auto open, dat is Celine. Ik ga hier snel al ons grief meenemen. En wij gaan ons verstoppen in de keuken. We zijn aangekomen. Ja, we zijn aangekomen. Jumpsky. Ja, we gaan nu Michiel opbellen. Hallo? Ja? Zijn jullie nog in de bioscoop? Nee. Ik denk dat Helena weet waar jullie zijn. Jumpsky! Dat klopt niet, wat dat je zegt. Doei, doe de deur maar open. Oh, ze komen, ze komen. Celine stapt al uit. Nee, ze gaan ons nog niet gezien hebben, denk ik. We zijn binnen en nu gaan we Michiel en Eleonore zien. Komen hoor. Kom hier. Hier gaan ze niet komen. Oh, we kunnen niet. Wat is dit? Ja, hier gaan ze nooit komen. En daar kan je erin, in het park. Hier kunnen we in het park. Zou wel slim zijn. Oh, het alarm. Nee, niet doen. Ai, dat was het alarm. Dat was niet goed. Nee. Dat was echt creepy. Stop, nee. Ja, hamer. Hallo! We zijn al 2 deuren verder, hè. Dat was echt eng. Dat was een alarm, dat was toch super raar? Ik dacht dat dat het park was. Ja, dat is ook het park, maar dat was zo... Stop. En onze pizza's zijn hier nog steeds niet. Hier staan we goed. Michiel en Leonore. Ik denk niet dat ze hier gaan zitten. Stop. In plaats van te zoeken, gaan we gewoon springen. Wij zitten hier en daar zijn Celine en Helena. Dit is wel echt te grappig. Dan gaan we alle grief wegzetten. Weg. Bij ons grief. Ah, daar gaat ze. Woe. Goed zo. We moeten dus gaan kijken naar het park. En onze pizza's, die moeten nog steeds geleverd worden. Nee, die zijn beneden. Misschien daaronder. Ze gaan naar beneden. Ze willen onder het trampolinepark. Nu is het wel ons moment om te gaan. Zit het op slot of niet? Ja, het is op slot. Dan zitten ze hier niet. Wacht. Ik denk toch dat ze boven zitten. In het springkasteelpark. Kan. Maar als dat wel van de pizza's hier is, wat gaan we zeggen? We zitten onder het trampolinepark, dat gaat niet, hè. We moeten ze zoeken. Anders op harmen zitten ze daar. Ik heb ze gezien, denk ik. Je moet niet bang zijn. Dat is muziek. Kom, we gaan dansen. Let's go, Helena. Let's go. Ze zijn daar terug. Wow, visje. Ik zie ze daar. Ik heb ze gezien. Oh, Celine heeft ons gezien. Oh, Celine. Loop maar daar. Ik heb ze echt daar boven gezien. Celine had ons eens gezien. Dat is wel grappig, want ons is zo. Ze was aan het dansen zo. Ja. Hier hebben we ook zicht op onze pizza's, die nog steeds niet zijn. Waar zijn jullie? Oh, ja, het begint. Oh. Ja, goeie. Oh, ik zie Helena. Zie je ze? Nu kunnen we niet meer weg. Daar zijn ze aan het spelen nu. Doei, we zijn terug weg.
duurste vraag van vroeger. We kunnen ook gewoon vertrekken, hè? Ze zijn daar niet meer. Serieus. Als jullie nu niet tevoorschijn komen, dan gaan we weer. Dan voelt het mij niet meer om te gaan dat jullie zitten. En dan gaan we weer weg, hoor. De kust is veilig en de pizza's zijn koud. Ja! Je tijd is begonnen! Je tijd is begonnen! Ze zijn weer in het trampolinepark. Daar gaat Helena! Ze springt erop! Wow. In de foampit! Oh, ja! Kijk, kijk, kom, 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 kom! Bukken, bukken! Waar ben je? Daar! Ja, ja, ze komt er, ze komt er! En ze springt! Wow! Wat een sprong! Ja! Ah, kijk! Lukt daar niet! Bijna, bijna! Ja! Ze is er! Ze is er. Met haar hoofd! Op de grond, koprol, ja! Oh, ze zien ons! Céline heeft mij gezien. Daar! Daar zijn ze! Maar ze komen ons niet meer halen. Oké, dan gaan wij gewoon wachten op de pizza. Ja! En de laatste! Ja, je bent er bijna, bijna! Ga snel, ga snel. Ik ga van hier filmen. Ga maar, ga maar. En nu, de knop, ja! 2:06. Sterke tijd! Daar staat Céline. En daar is Eleonore. En Céline heeft mij ook gezien. Voilà, de zussen herenigd. Alles goed? Oh, heb je geen pizza gegeten? En ik moet wachten op de pizza's. Laat weten in de reacties hoe vaak ik al pizza heb gezegd. Het is bijna 2 uur geleden besteld. Waar is jouw papa, Eleonore? Hij laat je helemaal alleen. Oh, arme toch. Ik denk dat je bij mij moet. Nee. Ik ben je mama. Ja, yeah, hey, papa. Papa is daar. We hebben er een paar uur op moeten wachten. Smakelijk, hè? Wij zitten hier wel. Zij heeft frietjes met balletjes gegeten. En ik mijn lievelingsgerecht. Ben jij woest? Het is echt woest. Ik denk dat we hier snel weer moeten vertrekken. Want je bent nog nooit zo woest geweest vandaag. Dat is beter. Ga jij springen? Je mag. Ze springt in het rond. Céline stapt naar binnen met van alles en nog wat. Wat Wij moeten dat ook aan. Ja? Ja. Oké, maar ik heb eerst een ander idee voor ons. Dit hebben we allemaal gekocht. En hier gaan we de cupcakes maken. En we gaan elkaar een makeover geven. En een beetje maskers en zo leggen. En Helena gaat haar nieuwe trui ook passen. Dus ik ga haar even roepen, want ze zit nog in het park. Oh, hier is ze. Voilà, wij zijn net aangekomen aan de winkel. Want jij wilt nog iets van de Siri collectie? Een zak. Dan gaan we een zak halen. Karton. Oh, wat? Wat? Oh. Helena! Wow! Wauw, spiezel en zo. Ga je eerst jezelf of eerst mij? Eerst ja. Voilà, voilà. Te koop aan de kassa. Semi escape book. Heb je dat al? Nee. Nee? Wil je dat? Ja. Oké, okay, dan heb je toch al iets om in jouw zak te steken. Maar de zak... Oh, hier hangen ze. Ik zag het nog niet. 4 looks. Heb je ook jouw look dat je zelf verzint? Ja, dan wil ik die. Ah, oh, nee. Bah. Oh. Okay, sorry. Welke kleur wil je? Ik weet het niet. Ik denk dat wit dan. Wit? Dan gaan we witte nemen, hè. Voilà. Huppa. Een muts, voor als je het koud hebt. Ja. Maar, ik zie jou twijfelen. Een trui. Ja, het zijn nieuw allemaal, hè. Er is grote twijfel bij Eleonore. Ja, dat is altijd. Ja? Maar je moet wel eens passen, hè. Dit is echt blauw. Ik ga precies een blauw oog hebben. Oh no. Oh no, 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 no. Ik ben benieuwd of het gaat passen. Wat denk je? Zie, dat is wel klein. Ja, het is te klein. Het is te klein. We zullen op de webshop kijken voor een grotere maat. Helaas is het te klein. Maar we kunnen wel het boek meenemen. Ja. En de zak. En heb je nog schoenen nodig? Oei. Kun je lijken op een smurf? Wat? Ik wil geen smurf zijn. Oh, nu ben ik echt een smurf. Hier staan de mooiste schoenen ter wereld. Mm. En, passen ze? Ja, maar ik denk dat die te klein zijn. Te klein? Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, als je voelt dat het te klein is, dan gaat het niet lukken. Hè. Het boek is alleszins zonder maat, dus dat kan niet te klein zijn. Tenzij als jouw handen te groot zijn. Wat denk je, te klein? Ik denk van wel. Ai, 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 ai. Moet je dan met die saaie zwarte schoenen rondlopen? Och, arme. Wauw!
Beste bezoek. De persoon met een oranje bandje mogen zich naar de wachtruimte van het trampolinepark begeven. Ik heb geen oranje bandje. Moet ik nu lippenstift of voor je? Ja. We zijn terug. Toon eens wat je hebt. Het boek? Semi escape boek. Laat weten in de reacties of je dat al hebt. En een semi zak. Deze of deze. Jij mag kiezen van mij. Die. Yes. Ja, de middenste. Mijn tand. Ik hou mijn mond dicht. Dat is het, hè. Klaar? Wil je daar nog glitters op? Wauw, ja. Glitter en glamour. Dat? Ja, die gouden glitters. Wij zijn aangekomen in de speelgoedwinkel. Jij wil graag Lego en deze Dream Deal Lego Friends. En dan wil je dat bouwen en op jouw kamer zetten. Eentje wel, hè? Ja, ja. Ah, maar, er is toch maar één. Maar ik bedoel eentje, niet nog een doos. Veel glitters. Hallo. Wauw, dankjewel mevrouw. Hoeveel kost dat? Gratis? Wauw. Kom ik elke dag mee. Oh, diamantjes. Eleonore ziet hier van alles. En ze vroeg al heel de dag om naar een speelgoedwinkel te gaan. Kijk, nu is ze hier. Nu ben je wel echt aan het lachen, hè? Ja. Lukt het? Welke grootte wil je? Deze. Die? Ja. Mag ik zelf kiezen waar? Ja. Wauw. Echt waar, ik ga precies optreden vanavond. 5 minutes later. Mooi. Is filmen? Ja, voilà. Dit is de look. Make-up look, by Helene. Goed? Ja. Bedankt. Nu mag jij mij filmen. Ja, schminken. Welkom de buurt. Oeh. 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 Oeh, dat is echt eng. Wil je een van deze looks? Deze? Oké, komt in orde, mevrouw. Kijk, maar je kan dat zo, dat je dat kan zien. Wauw, je weet het echt allemaal, hè. Helena plakt het hierop, zowel deze look. We hebben ook nog domino-steentjes mee, want we gaan een gigantische domino maken en hopelijk lukt het. Als het lukt, hebben wij wel de meest geslaagde dag, vind ik. En mevrouw, hoe was het vandaag, jouw dag? Leuk. Moet je nog optreden vanavond? Ja. Wauw, ogen dicht. Nee, je ogen niet openen. Voilà, weer in de auto. Dank u wel. Graag gedaan. Kijk eens, Lego Friends. Wist ik niet dat dat bestond. Maar... Wieso niet? Ja, Lego ken ik, maar Lego Friends niet. Wat is het verschil? Ja, dat is gewoon... Je weet het zelf. Ja, ik weet dat niet. Dat is voor de friends, voor de vrienden. Ja. Ja. Dat komt echt in. Mevrouw neemt mijn job af. Wauw, het is wel mooi hoor. Wauw, hey, dat is echt mooi. Ja, hè? Hey. Welke wil je, mevrouw? Het ziet er al mooi uit hoor. Nee. Dank. Die twee. Die twee? Ja. Dus bij mij? Ja, bij mij vind ik het wel mooi. Wil je dat ook? Wajo, we zijn net aangekomen en de storm die komt er ook aan. Gaan we beginnen? Ja. Alright. Dat kan, want er zijn er 500 en er zijn 2 pakjes. Ja! Wauw! Mooi toch? Klaar? Kijk hoe mooi Helena is. Ogen sluiten. Wauw, heel mooi. Kijk, Celine. Voilà. Dat was het dan. Het is tijd geworden voor cupcakes. Dit gaat lang duren, vrees ik. Maar ik maak dat altijd met mijn mama. Oh, hoezo? Ik ben toch je mama? Oh ja. En geen enkel blokje mag vallen, hè? Besef je dat? Ja, ja. We hebben wel bijna de C en de I. Ja, maar uw bolletje, uw punt, moet ook in een rondje. In een rondje? Ja, maar dat moet je misschien op het einde doen als we er nog over hebben. Ja. Vroeger zachte boter. Ja, dat ligt dus... bij ons thuis, maar we zijn niet thuis. Dan bak dat niet. Kijk, ik heb mijn I. En zo ga ik dan... richting jou komen, hè? Ja. De I onderaan gaan we dan met een curve moeten doen. Ja, goed zo. En u? Wauw. We hebben geen maatbeker, dus hoe moeten we het op gevoel doen? Stop, denk ik. Maar er zit zoveel deeg in. Misschien nog een klein beetje. Stop! Oh, la 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 la. Ik vind het maar eng, hoor. Nee! Niet aan de tafel komen, hè.
Nee, dat beweegt echt waar. Cupcakes zitten in de oven. En nu is het wachten. Jouw nieuwe trui. Oh, het ziet er goed uit. Oh ja, goed van maat. Wow. Mocht Helena hierbij zijn, zij had sowieso alles al omver geduwd. Ja, zeker. Voor wat ga je? Voor dit monstertje. Oh, dit wordt moeilijk, denk ik. Oh, ze gaan naar beneden gaan. Nee. Oh, je hebt geluk. Het is mijn tijd, maar nu mag je nog eens. Nee, dan. Let op, nog 5 seconden of we gaan weer naar beneden. Wat is... Ja. Wat is dat? Ik heb toch iets. Ja, dat is waar. Een auto? Ja. Hoe komt dat? Nee. Ja, echt goede verzorging hebben vandaag. Kan je nog praten? Je ziet er echt fantastisch uit. De cupcakes zijn klaar! Nu maak jij een cupcake voor mij en ik voor jou. A few moments later. Wauw! 2 hartjes, een roosje, een blaadje. Heel mooi. En dat is die van mij voor jou. Nieuwe update. See me met een hartje. En we hebben er nog. En Serena en Helena zijn hier nog niet. Hier is de smaaktest. Oeh, het is lekker. Eigenlijk kan je het eten zonder boter, hè. Goed gedaan. Nu gaan we nog even springen. Oké, kijk. We zijn allemaal terug. En ja. Wauw, wat is dit? Ja, ik heb straks optreden. En Helena ook. Oké. Mooi. Mooi. Dank je. Maar de belangrijkste vraag. Heb je een leuke dag gehad? Zeker. Ja. Maar ze zei wel, ik denk dat het bij Celine leuker is. Dat zei ze oprecht. Dat deed mij pijn. Maar ik snap het wel hoor. Ik denk ook, mocht ik met een jongen de hele dag hebben? Ja, het is anders. Dus je had wel het voordeel dat het met een meisje was. Maar we hebben wel nog iets leuk gemaakt. Ik zie het. Toch, Eleonore mag het omver duwen. We hebben er heel lang aan gewerkt. En we zijn blij dat het afgewerkt is. Het ziet er mooi uit, maar ik hoop dat alle blokjes omvallen. 3, 2, 1. Ai. Oh, het werkt! Het werkt! Het werkt! Oh. What? Oh nee, het hartje is gestopt. Oh, nee. Het werkt niet helemaal. Oh, ze moesten dichter. Maar. Het ligt wel. Jullie hebben ook nog iets voor ons? Ja. Oh. Cupcakes. Ziet er wel lekker uit. Maar de grote vraag van vandaag. Helena, hoeveel punten op 20 krijgt Celine? 20. 20 op 20. Eleonore, ze is al aan het kijken. Hoeveel krijg ik? 18. Dat apprecieer ik nog steeds, maar dat wil wel zeggen dat Celine de challenge van vandaag heeft gewonnen. Dus, maar vonden jullie het leuk? Ja. Dat is het belangrijkste. Vond je het leuk? Ik vond het best wel leuk. Ja? Ja? Behalve dat ik 18 krijg. Maar bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon de volgende video. Peace!